Sla je iemand knock-out of stuur je iemand een WhatsApp? K.O. of W.A. Ja, aparte titel. Nou, misschien herinner je, op 28 januari 2014 heb ik een vlog gemaakt over: zijn jouw relaties warm of koud? En dat thema slaat enorm aan. Ik heb het daar veel over in mijn workshops, in coachingsgesprekken, et cetera. En ik wil vandaag wat ervaringetjes met je delen. Je ziet hier jaringetjes. Ik vind het ontzettend leuke achtergrond persoonlijk. Je ziet, is uit je ervaring een heel stuk weggevallen? Of heb je heel veel jaringen of zijn een stuk onderbroken? Nou, maakt niet uit. Ik wil eens even twee specifieke situaties met jou delen. En kijken hoe jij dat herkent. Of je daar persoonlijk bij betrokken was. Of dat bij anderen ziet. Een meer privé gelieerde situatie. En een meer zakelijk gelieerde. En overigens, koud en warm om even te verfrissen. Of misschien heb je het nog nooit gehoord. Koud staat in relaties wat mij betreft voor de K van conflict of kritiek. De O van onderuit halen. De U van eruit stappen en weglopen. En de D van defensief gedrag gaan vertonen. Je ziet dat enorm veel. Dat één persoon als het ware dus kritiek geeft en iemand onderuit haalt. K.O. knock-out. En de ander zegt van nou, ik stap eruit. Ik word defensief en laat maar zitten. Warm daarnaast zijn hele eenvoudige begrippen. Ja, met simpelheid kan je vaak dingen heel erg duidelijk maken. Warm staat dus voor de W van welkom. Dus heet welkom aan kritiek en aan mogelijk een conflict wat zich voordoet. Kritiek is de beste muziek. De A van aanvullen in plaats van aanvallen. En op een manier dat je vooral niet gaat, je kent mijn kreet, niet vertellen, vragen stellen. Vooral meer en betere vragen gaat stellen. De R van repareren. Repareer het dak als het goed weer is. Repareer je relatie privé of zakelijk als het op zich goed gaat of er nog niet echt stortbuien zijn. Bij mijn stortbui valt het dak niet te repareren. En de M van met elkaar meedoen en meedenken en zo gezamenlijk op zo'n moeiteloos mogelijke manier een momentum creëren dat je met elkaar gewoon dat het goed verder gaat. Dus koud of warm. Nou, terug naar K.O. knockout of W.A. WhatsApp geïnteresseerd. WhatsApp, WhatsApp, iemand vragen. Privé situatie, wel misschien ook gelieerd dan zakelijk. Eén van de twee mensen in een, dat zijn privé situaties, man en vrouw, vrouw en vrouw, man en man. Eén komt te laat thuis en de ander begint onmiddellijk kritiek te hebben. Je bent weer te laat, het is altijd hetzelfde. Je laat nooit wat weten en ik stop ermee, het is met jou niet te doen. En ga zo maar door. Heb je het wel eens meegemaakt bij een ander of bij jezelf? Nou, interessant is dat dan degene die dan kritiek geeft of het conflict aan gaat of onderuit haalt, niet geïnteresseerd is. Of misschien wel geïnteresseerd is op een dieper niveau, maar op dat moment niet. Wat zit er nou onder? Misschien was er wel een collega van een persoon ziek geworden of is er iets gebeurd onderweg of wat dan ook. Het zal wel een opgebouwd patroon zijn. En vaak betekent het ook iemand die een knock-out geeft dat het genoeg is. Dat er zoveel gebeurd is. Maar blijkbaar is er dus geen communicatie in totaliteit om van elkaar te horen wat er gaande is. En ik kan je garanderen, als iemand knock-out slaat, dan is het dus afgelopen. Als je koude communicatie doet, kom je in een neerwaartse spiraal. Je komt er nooit meer uit. Nou, denk eens voor jezelf naar of je zoiets kan voorstellen. En of dan de aanvallende partij genoeg goede vragen gesteld heeft om ermee om te gaan. Je kan ook zeggen, jeetje, mag je een vraag stellen? Je bent inderdaad laat, maar wat is er gebeurd? Of vind je het goed dat we er even over praten? Of het thema überhaupt, het thema te laat komen, laten we daar eens bij stilstaan. Nou, dan een meer zakelijke situatie, echt in het werk. Het gebeurt heel vaak dat één persoon een project dient af te hebben en de andere persoon daarna vraagt. Of horizontaal of verticaal hoger in de lijn staat, whatever. Maar het project is niet af. Potje aan doos, het project is weer niet af. En altijd hetzelfde met jou. En zorg er nou eens voor dat het af is en dit en dat. Nou, ook in zo'n situatie op zich resultaatgericht zijn is uitstekend. Alleen zorg ook dat de menselijke kant en de menselijke maat daar blijft. Want er kunnen wederom hele goede redenen zijn. De persoon kan de kwalificaties nog niet hebben of meer begeleiding of training nodig hebben. De persoon kan zich ziek voelen. Er kan in de relaties aan de hand zijn. Er kan andere mensen dingen gaande zijn die hem of haar uit het lood slaan. En wederom gewoon keihard kritiek te geven en meteen onderuit te halen. Het stopt.
de meeste mensen, of het nou mannen of vrouwen zijn, over statistisch is het vaker met mannen zo, die zeggen dan, laat maar zitten, ik stap eruit, ik word defensief, ik praat er niet meer over. En in plaats dat we dan in een opwaartse spiraal komen, komen we in een neerwaartse spiraal. Nou, ik nodig je uit daarover na te denken. Want wederom, vaak degene die kritiek heeft of het conflict aangaat, wil eigenlijk juist de relatie verbeteren. Wil het gesprek aangaan, maar doet dat op een manier die niet werkt. Nou, knock-out. In plaats van, what's up? Wat is er aan de hand? What's up? Gewoon verwelkomen de situatie er is, hoe moeilijk die ook is. En gaan aanvullen in plaats van aanvallen. En verreweg de beste manier is altijd om de vraag te stellen of je überhaupt een vraag mag stellen. En goede vragen te stellen, want dan komt het eruit. En ja, nou, daar is eigenlijk hiermee voor deze vlog in het kort genoeg over gezegd. Ik nodig je uit. Ik zou het fantastisch vinden als je hieronder of met mailtjes, wat heel vaak gebeurt, mensen die toch wat persoonlijke dingen willen delen, met mij deelt. Wat herken jij in knock-out als je het bij anderen ziet, maar vooral als je het zelf al eens gedaan hebt. En wat herken je in WhatsApp vanuit de koude en warme communicatie. Ik verheug me erop erover te horen. En keep communicating. Tot ziens. Bye.